Ja, we gaan zowaar weer fietsen in Nederland. Na het Nederlands kampioenschap is er vandaag de tweede wedstrijd in de Nederlandse loterij topcompetitie. Een gravelwedstrijd. De Bruin, omloop van Valkenswaard. Je kijkt naar een samenvatting van de Bruin Metaal omloop van Valkenswaard. De tweede wedstrijd in de Nederlandse loterij topcompetitie die door de coronacrisis 7 koersen verloren zag gaan. Nadat op 29 februari de aftrap van het seizoen traditiegetrouw plaatsvond in het oosten van het land met de Kraftster van Zwolle. David Dekker trok daar aan het langste eind voor Olaf Kooi en de winnaar van 2019 Koen Vermelvoort. Die vandaag als kortst geclasseerde renner in het algemeen klassement van start gaat. Want zowel Dekker als Kooi schitteren in afwezigheid. Ja, Koen, de laatste keer dat wij elkaar spraken was eind februari naar de Ster van Zwolle. En toen stond je daar klappertandend je interview af te geven naar je derde plek. Hoe is het met je? Goed, iets warmer nu. Ja. Dus gaat prima. Hoe ben jij die coronaperiode doorgekomen? Eigenlijk denk ik wel goed. Het is een lastige periode natuurlijk, maar dat geldt voor iedereen. Dus gewoon blijven trainen en zo lang mogelijk hoop blijven houden dat we weer een keer konden gaan koersen. Nou, gelukkig is het nu weer zover. Je won de topcompetitie in 2016. Dit is een nieuwe koers in de topcompetitie. Is dat een aanwinst? Ja, vind ik wel. Ik denk dat iedere wedstrijd in principe wel een aanwinst is voor de topcompetitie. Hoe meer wedstrijden, hoe beter. En dit is een mooie wedstrijd. Ik vind het ook goed dat doordat het bij die topcompetitie betrokken wordt, dat zo'n wedstrijd ook gelijk een beetje meer omarmd wordt en dat die de kans krijgen om te groeien ook. En zo is het maar net. Vermelvoort is kandidaat winnaar voor de gravelkoers die voor 50% over niet-asfalt verreden wordt met onverharde wegen, klinkers en kasseienstroken. En daardoor is het een koers voor renners met speciale kwaliteiten, zoals Jan-Willem van Schip, die ook al eens de winst pakte in de Slag om Norg, een vergelijkbare wedstrijd in Drenthe. Ja, op papier hebben jullie misschien wel de sterkste ploeg in de breedte van dit deelnemersveld. Wat is jullie plan voor vandaag? Ja, dat is van jou een vraag, van mij een weet. Wanneer is jouw dag geslaagd? Ik denk als ik lekker heb gefietst en als we een mooi resultaat hebben behaald met de ploeg. Ik hoop dat dat eigenlijk vooral. Als we gewoon met de ploeg lekker hebben kunnen koersen en een mooie wedstrijd van hebben kunnen maken. Naast mij staat de organisator Leon Kleven van de Bruin omloop van Valkenswaard. En het is ongetwijfeld een vreselijk grote uitdaging geweest om een koers te organiseren in deze coronatijd. Hè? Vertel daar eens kort wat over. We zijn allemaal geconfronteerd met de coronaperikelen. En wij zijn altijd ervan uitgegaan dat evenementen na 1 juli georganiseerd, 1 september, sorry, georganiseerd mochten worden. Dus wij zijn altijd in de voorbereiding gebleven. Desalniettemin hebben wij wel 9 of 10 veiligheidsparagrafen moeten schrijven, puur en alleen om COVID. Ja. Aanvankelijk zou de start en finish in het centrum van Valkenswaard plaatsvinden en dan kregen wij het COVID-technisch niet geregeld. Vandaar dat we uitgeweken zijn naar dit industrieterrein, De Vest, waar overigens een schitterende locatie is. Maar dus zonder publiek vandaag, hè? Publieksarm. Wij mogen als evenement 200 gasten uitnodigen en dat hebben we dus ook gedaan, uiteraard. Ja, mooi dat Leon Kleven en zijn hele team erin is geslaagd om in deze moeilijke tijden toch een koers te kunnen organiseren. Een wedstrijd die om 1 uur van start ging voor 200 gasten, maar dus zonder publiek. Circa 180 kilometer moet verreden worden over ongeveer 90 kilometer onverhard, klinkers en kasseien. En dat doen we vandaag met maar liefst 25 teams van 7 renners. Een groot peloton dus over de smalle wegen in Brabant. Maar de renners willen graag koersen na een lange tijd op non-actief te staan. En dus wordt de wedstrijd vlug vrijgegeven. En dan is de neutralisatie voorbij. En mogen de jonge hengsten eindelijk weer uit hun hok. En hier passeren de renners de molen van de Sint-Antonius-abt bij het plaatsje Borkel in de gemeente Valkenswaard. Een van de pareltjes uit 1800 die jaarlijks vele toeristen trekt.
Maar daar hebben de renners natuurlijk geen oog voor, want ze zitten al op de eerste gravelstrook. En dan is het meteen aanpoten en opletten geblazen. Ja, de Bruin omloop van Valkenswaard is vertrokken. We zitten in koers bij Beat Cycling Club met ploegleider Wilbert Broekhuizen. En die is hier naartoe gekomen met een favoriete ploeg, want daarbij zit Jan-Willem van Schip. Toch een topper op dit materiaal, hè? Ja, Jan-Willem kan dit heel goed. Hij vindt dit geweldig om te doen, om hier op die off-road stroken te boren, zoals hij dat dan zelf noemt. En ja, daar kijkt hij gewoon heel erg naar uit. Hij houdt van dit soort wedstrijden waar het selectief is, waar het lastig is, waar het de hele dag wringen is om, ja, om goed in positie te komen. En ja, dat doet hij gewoon graag. Dus ja, hij maakt zeker kans vandaag om voor de overwinning te rijden. En zin om de mouwen op te stropen en om de beuk erin te gooien vandaag. Dus we gaan een mooi koersje zien, denk ik. We leven in bijzondere tijden met de hele coronacrisis. Jullie hebben ook al wat UCI-koersen gereden. Hoe ging dat qua regelgeving? Ja, dat was echt wel heel ingewikkeld in het begin. Hè? Ook omdat nog niet iedereen precies wist hoe het eigenlijk moest. Voor de pro-koers moesten onze renners en stafleden dan twee keer testen. Dus op dag 6 en op dag 3. Nou, dan moest je eigenlijk al binnen een dag de uitslag geregeld zien te krijgen. En dan uploaden in de portals van de UCI. Waarin je laat zien ja, dat je eigenlijk de regels naleeft. Dat je renners in goede gezondheid zijn. Dat je staf in goede gezondheid is. En ja, de aardigheid ging er eigenlijk bijna haast wel vanaf. Door in het begin, omdat het zo ingewikkeld was. De renners moesten dagelijks vragenlijsten invullen. Ja, dat moest gecontroleerd worden. Dus het was echt wel heel pittig om te starten. Maar inmiddels hebben we daar een beetje onze draaideenk in gevonden. Weet iedereen naar welke testlocatie die moet en op welk tijdstip. En dan zie je dat er toch een soort van rust en berusting ook ontstaat. De jongens zijn gewoon echt blij. En wij natuurlijk ook echt blij dat we weer kunnen koersen. Ja, dan is dit er maar het gevolg ervan. Maar in het begin was het echt ingewikkeld, ja. Ja, de jongens kunnen weer koersen. En de Nederlandse loterij topcompetitie kan dus ook weer verder na de Kraftsterven Zwolle. Maar ja, dat er animo is om wedstrijd te maken, dat is duidelijk. Want overal gaat het flink tekeer en het peloton ligt al in 3 stukken. Op een van de lastige gravelstroken weten achtrenners zich los te maken van de hoofdmacht. Dylan Bouwmans, de winnaar van de Nederlandse loterij topcompetitie, sleurt op kop en krijgt een paar sterke renners mee, zoals Gert-Jan Bosman, een specialist uit het veld en dus goed op dit terrein. Maar ook Michael Zijlaert, een ex-beroepsrenner die krachtig oogt en met een ploegmaat in de kopgroep een licht overtal vormt. Niet veel later sluiten nog 7 renners aan en telt de kopgroep, die slechts 18 tellen voorsprong heeft, 15 renners. Achterin dan, Koen Vermelvoort heeft pannen gehad en zit tussen de wagens. De topfavoriet van vandaag is ervaren en panikeert alles behalve en bewaart de rust om dan weer terug te keren in de staart van het peloton. Dat dan alweer hergegroepeerd is, want de vluchters zijn na 25 kilometer koers alweer ingelopen. Ja, en het regent de hele dag demarages, maar ook valpartijen. Jesper Rasch hier van Seg Racing Academy ligt erbij met nog een aantal renners die maar moeizaam weer opkrabbelen op het losse gravelzand. De meeste renners kunnen dan hun weg vervolgen, maar Alex Mengulas niet helaas. De renner van Beat Cycling Club krijgt assistentie van de EHBO, maar zal de wedstrijd niet kunnen vervolgen en verlaat de koers via de achterdeur. En daarmee is ploegleider Wilbert Broekhuizen al een sterke pion kwijt. Wilbert, je bent je eerste renner verloren. Ja, door een lullige valpartij. Het peloton was eigenlijk wat stilgevallen. En, want er was een kopgroep weg, dus die was aan het wegrijden eigenlijk. En dan zie je een beetje onoplettendheid op zijn strook, diep gravel. Ja, en dan is het heel lullig dat hij valt. Zo te zien viel hij een beetje voor in het peloton. En lag er echt slecht bij, maar gelukkig wel weer op de fiets. En hopelijk kan hij rustig fietsen naar de verzorging en zich laten verzorgen. Maar het zag er niet goed uit.
Het peloton is na de valpartij in 3 stukken gebroken en de groepen hebben elkaar allemaal mooi in zicht. Robin Blummel zit in de laatste groep en heeft geen goede papieren in vergelijking met 2018. Toen won hij namelijk deze koers als belofte, maar vandaag zal het vooral aanpoten zijn voor de man in continentale dienst van Volker Wessels Merckx, de ploeg met een beursgenoteerde sponsor onder sportieve leiding van oudrenner Allard Engels. Mooie beelden over de onverharde wegen, maar het blijft link. We tellen de zoveelste valpartij van de dag, maar ook de zoveelste lekke band voor Koen Vermelvoort, die nu een voorwiel moet wisselen. Maar ook Wilbert Broekhuizen heeft geen rustige rit. Yves Kolen, de rappe beller, komt aan de wagen met een technisch probleem. Zijn stuur is op de kasseienstrook gekanteld naar beneden en dus gaat hij voor een fietswissel. Stuur is gekanteld. Ja, dat weet ik, maar dit is een kutband, die wordt er lekker rijden. Het zal niet de laatste keer zijn dat Wilbert Broekhuizen vandaag in actie moet komen, want de wedstrijd is nogal tumultueus. Gaan we doen. Maar de ploeg Beat Cycling Club maakt zijn favoriete rol waar door de wedstrijd te openen en de ex-marathonschaatser en locomotief Luc Buchter vooruit te sturen om het bal te openen. Hij krijgt al snel gezelschap van Michael Zeilaert en later Stijn Appel van het A-blokteam, maar de drie krijgen slechts 30 seconden voorsprong van een controlerend peloton onder leiding van Metec TKH. Na de break het vervolg van de bruin metaalomloop van Valkenswaard. Nu al met stip de meest hectische koers van het jaar. En de tweede wedstrijd in 2020 van de Nederlandse Loterij Topcompetitie. Tot zometeen. Welkom terug bij de tweede koers in de Nederlandse Loterij Topcompetitie dit jaar, de Bruin Metaal Omloop van Valkenswaard. Een koers met ruim 90 kilometer aan gravelstroken, klinkers en kasseien, waarbij 3 renners al ruim 50 kilometer aan kop rijden, met nog zo'n 60 kilometer te gaan. Luc Buchter van Beat Cycling koos als eerste het Hazenpad, gevolgd door Michael Zeilaert van Zeg Racing en Stijn Appel van Team A-Blok. Met nog een uur koers te gaan sluit ook een vierde man aan, Roel van Sint Maartensdijk van Team Reggeborg, de opleidingsequipe van het continentale Volker Wessels Merckx. De 4 mannen werken goed samen, maar krijgen nooit meer dan 35 tellen voorsprong. En deze man, Stijn Dame, vindt dat helemaal goed zo. De kersverse Nederlands kampioen bij de beloftes heeft immers een ploegmaatje mee vooruit, naamgenoot Stijn Appel. Eerst maar even terugkomen, Yves. En intussen is het weer druk geworden bij de ploegwagen van Beat Cycling. Yves Kolen is terug bij de auto omdat zijn stuur nog niet is goed afgesteld. En dus doet hij dat gewoon zelf, rijdend en wel. Het is maar 25 seconden, hè, Yves? Ja, het gat is vrij. Metec is aan het rijden. Maar 25 seconden, rustig blijven. En dan komt het Metec is aan het rijden. Mag ik Stefano en Bas bijzetten? Of niet? Zit Jan Willem van voren? Ja, ik denk het wel. Een hoop technische problemen vandaag, maar één ding valt op vandaag. We hebben veel lekke banden gezien, behalve bij de ploeg waarbij ik in de wagen zit. En dat is opmerkelijk en daarom vraag ik de mechanieker naar zijn geheim. We hebben vandaag een koers met gravel en onverharde wegen, kasseitjes. Dan is lekrijden het laatste wat je wil. Jullie rijden op 28 mm tubeless banden, heb ik begrepen. Leg eens uit wat het verschil is daarmee ten aanzien van draadbanden. Een draadband zit natuurlijk een binnenband in. Tubeless banden zijn met een auto, die pomp je heel hard op druk op. En dan vul je hem af met latex. En die latex, op het moment dat je lekker rijdt, vult hij het gat. En dan kan je toch doorrijden, waar je naar de rand zeg maar, kunt wisselen. Ja. En rijd je daar dan minder mee lek, of wat is het voordeel ervan? Wij rijden op dit moment gewoon minder mee lek. Dus zeker deze, de 28 mm, is iets die speciaal echt voor de gravelwegen. Normaal rijden we de Pro One. En die zijn natuurlijk iets gevoeliger. Die is gewoon heel wat dunner, hè? De canvas en dergelijke.
Beat Cycling rijdt dus op tubeless banden van Schwalbe. Wat zoveel betekent als een band zonder binnenband, die daarom niet stootlek kan worden gereden. Hier in deze animatie is te zien hoe dat werkt. En door het inbrengen van latexmelk kunnen eventueel grote gaten alsnog opgevuld worden, waardoor de band in ieder geval deels op druk blijft en de renner zijn rit altijd kan voltooien. Een ideale band dus voor koersen op dit terrein met kasseien en grote kiezels op de gravelpaden waar de vier koplopers hun voorsprong met hand en tand verdedigen. En misschien wel tegen beter weten in, want ze jojoen al een tijdje op 15 seconden, maar blijven gek genoeg uit de greep van het jagende peloton dat met zicht op de finish en nog 200 meter te gaan de vier dan toch heeft ingerekend. En dus wordt het een massasprint met een omvangrijke groep en dan nog een lelijke valpartij aan de rechterkant, maar het wordt een Belgisch onderrondje tussen ex-prof Juri Stallard en Yves Kolen, die we de hele dag al zagen worstelen met zijn materiaal, maar nee hoor, zijn stuur zit goed vast. En zo wint hij met overmacht door de bruin metaal omloop van Valkenswaard, de tweede koers in de Nederlandse loterij topcompetitie. Een prachtige naam op de erelijst van deze koers, Yves Kolen. En vreugde uiteraard in het Beat Cycling Camp. En dan hoort ook ploegleider Wilbert Broekhuizen het goede nieuws over de radiotour intercom. En kan er ook gejuicht worden in de wagen. Zeg, dat is goed in die mout, hè? Zeg tegen jou. En hij dacht wel. Hij zei dat de koers is over. Ja. Nee, wel. Bam. Ja, doe wel door natuurlijk winnen. Ik ben al best goed in vorm sinds het Dwarsdoor Tageland. En het is wel leuk om mij aan te kunnen verzilveren. Onderweg moest je nog van fiets wisselen, hè? Ja, tot twee maal toe. Ik heb even gedacht dat het echt over was. Dat de koers voor mij gereden ging zijn, omdat het best kort op elkaar was. En toen was er een mooi groepje weg. Maar ja, een beetje geluk gehad dat alles nog bij elkaar komt. En ja, dan moesten we gewoon wachten, want we hadden Luc nog mee in een kopgroep van vier. En we pakken ze net op 500 van de aankomst, denk ik. En dat was gewoon een sprintje rijden. Een overdovend applaus voor de man van Beat Cycling Club. Hier komt hij, Yves Kolen. Hier dan het sterke podium van de dag met allemaal topsprinters. Jesper Rasch van Zeg Racing moet genoegen nemen met plek 3 voor ex-beroepsrenner Juri Stallard. Maar de absolute held van de dag is Yves Kolen. Kende de hele dag problemen, maar hield het hoofd koel en maakte de sprint voortreffelijk af. En wint de Bruin omloop van Valkenswaard. Luc Buchter eindigt nog knap 9e voor Stijn Simons die de dag top 10 sluit. En Buchter krijgt dan ook terecht de prijs voor de strijdlust. Hij reed de meeste kilometers in de aanval en werd dus nog knap 9e. En mag terecht naar huis met dit mooie t-shirt aangeboden door Cycling Lifestyle. Ja Luc, de prijs van de strijdlust, dat klinkt altijd een beetje als een troostprijs. Hoe zie jij dat? Ja, tuurlijk. Ik had liever met de overwinning gestaan. Tuurlijk heel mooi dat Ivan pakt. Maar ja, als je heel de dag in de kopgroep zit, maar vanaf 80 kilometer denk ik zoiets, dan hoop je toch uiteindelijk die koers te winnen. Dus een klein beetje een bittere nasmaak dat we het net niet redden. Want op zich had ik wel een goed gevoel in de finale. Maar ja, mooi dat we gewoon met de ploeg de koers winnen hier. Dus topdag. Uw applaus hier voor de leider in het bergklassement voor Mick van Dijken. Hier zien we Mick van Dijk van het Jumbo-Visma Development Team, inclusief mondkapje. Hij is nog steeds de leider in het bergklassement, gesponsord door wielermerk 4. Want het klassement is uiteraard ongewijzigd, aangezien er vandaag geen bergsprints werden verreden. Juri Stallard piste net naast het potje met de ondankbare tweede plaats, maar mag zich nu wel gekroond zien als leider in het clubrennerklassement, waar hij de rangen aanvoert voor Victor Broeks en de Belg van Acroc Tormans Stijn Simons. Ja, Juri Stallard, een tweede plek vandaag. Tevreden man? Ja, als je tweede wordt, is eerste verliezer, ben je altijd teleurgesteld. En zeker omdat ik ben snel en als je dan zo dichtbij komt, ja, dan moet je teleurgesteld zijn. Hè. Beschrijf de koers van vandaag eens. Ja, actisch, er is ook, je moet ook wat geluk hebben. Ik heb één keer van fiets achterwiel moeten wisselen, dus dat is al wel oké. En dan de juiste keuze maken voor aanrijden en
Uiteindelijk massasprint, dus ik ben daar wel tevreden mee, maar dat is ja, een afvallingskoers. Ik bedoel, selectief trainen, draaien, keren, optrekken. Ja, mooi hè. Ja, vooraf sprak ik een aantal renners en niemand zei van het wordt een massasprint. Had jij dat verwacht? Ja, het is altijd zo, het is een afvallingskoers, maar het probleem is, normaal is van die stukken, hier komt, is er vrij veel wind. Vandaag viel dat best mee, dus dat komt dan, ja, kan meer kans op terug samenkomen. En uiteindelijk, ja, ik zou het vooraf ook niet gezegd hebben. Ik zou wel gezegd hebben, misschien sprint met 30 man, maar uiteindelijk was dat nog 70, 80 man bij elkaar. Dus ja, renners maken de koers, hè. Het jongerenklassement wordt geleid door de afwezige David Dekker. Was in Italië voor een grote koers met zijn team Seg Racing. En dus showt ploegmaatje Jesper Rasch de abustrui van het U23-klassement. Aangezien ook de nummer 2 in de rang, Olaf Kooi, er niet is. Maar dat mag de pret niet drukken voor Rasch, de nummer 3 in de tussenstand. Yves Kolen kwam, zag en overwon en is ook meteen de nieuwe leider in het algemeen klassement voor David Dekker en Juri Stallaert. Olaf Kooi, Jesper Rasch, Vermeld Voort, Bakker, Jordi Meus, Victor Broeks en nog een oud beroepsrenner, Jesper Asselman. De wedstrijd zit erop. De eerstvolgende Nederlandse Loterij topcompetitiekoers verrijden we 26 september in het mooie Zeeland. En dat is de Omloop van de Braakman. Die is dan een paar dagen nadien ook weer te zien hier op Eurosport 1.